Uh-oh, er loopt daar een zombie op me af. Nee. Ah, hij komt in de buurt. Jij bepaalt wat ik doe in Minecraft. Ook klik jij namelijk op het duimpje omhoog, moet ik deze diamond omhakken. En ook klik je niet op het duimpje omhoog, heb ik dus ook geen diamond. Dus klik op dat duimpje omhoog in 3, 2, 1. Wow, ik heb een pickaxe. Let's go. Oh, ik hou van diamonds. Oh ja, koop ook de merch op alexkleinshop.com. Ik zit hier in mijn nieuwe Minecraft wereld. Hoi poppetje. Dit is dus de wereld met deze... Wat ligt daar? Is dat nou een omgevallen schip daar in de verte? En allemaal schildpadden. Dit is zo'n mooie wereld. Uh-oh, er ligt hier alleen wel heel veel zand wat een beetje aan het vliegen is. Dat vind ik een beetje eng. Maar natuurlijk bepalen jullie vandaag wat er gebeurt in deze video. Het eerste wat we moeten doen in Minecraft is natuurlijk wat tools maken. Alleen is hier dus de eerste challenge al gelijk gaande. Er is namelijk één tool, echt één van de basistools. Dus je hebt bijvoorbeeld een pickaxe, een axe, een hoe, weet ik veel wat. En één ervan mag ik niet gebruiken. Laten we eerst sowieso een crafting table maken. Ik ben zo benieuwd welke dat is die ik niet mag gebruiken. Even kijken. Hoppakee. En dan maken we hiermee een crafting table. Gelukkig is dat zo gedaan. En dan gaan we gewoon eventjes alle tools maken. We hebben een axe nodig. We hebben een pickaxe nodig. Even denken hoor. Hoe maak ik dat? Hop, ik wil jou. Nee, ik heb er twee. Dat was niet de bedoeling. Oh, ik heb te snel geklikt. Oké, maar deze tools hebben we sowieso nodig. En misschien is een schepje erbij ook wel handig. Zo ben ik door al mijn sticks heen gelijk. Maar nu mag ik ze niet zomaar gaan gebruiken. Er is namelijk één tool. En die mag ik niet gebruiken. Ik heb aan jullie namelijk de vraag gesteld. Mag ik een axe niet gebruiken? Een pickaxe niet gebruiken? Een hoe niet gebruiken? Of een schep? En het item wat ik niet mag gebruiken is gewoon een pickaxe. Dat betekent dat ik ze allemaal moet laten... Oh, nee, nee, nee. Waarom mag ik geen pickaxe gebruiken? Als ik geen pickaxe mag gebruiken, hoe moet ik dan aan steen komen? Oh, dit wordt zo lastig. Waarom hebben jullie het zo moeilijk voor me gemaakt? Minecraft spelen zonder pickaxe. Dat is volgens mij echt onmogelijk. Ik mag tenminste wel een axe gebruiken nu. Dan is denk ik het enige wat we kunnen doen voor nu heel veel bomen hakken. En ik wil zo meteen ook op verkenning gaan. Het landschap is hier namelijk super mooi, dus daar zouden we vast wel wat leuks kunnen vinden. Misschien zelfs een tempel of een village. Neem met deze nog even mee. Zo, daar heb ik wel genoeg hout voor vandaag, hè? Oké, welke kant gaan we als eerst op? Ik zou ook gewoon een stuk kunnen gaan varen. Ik wil namelijk super graag bijvoorbeeld iets van een woestijn tegenkomen. Om daar een desert tempel te vinden. En hopelijk kunnen we daar dan wat steentjes vinden. Ja, ik moet letterlijk stenen vinden via een kist. Wow, kijk deze cave. Die is mega. Kunnen we hier naar beneden? Nee, vind ik eng. Als ik er namelijk vast kom te zitten, dan zit ik vast. Want ik kan dus geen pickaxe gebruiken. Ik denk dat we caves echt moeten vermijden vandaag. Wat is dit ook een groot bos? Oh! Oké, dat deed pijn. Klein beetje maar. Hoi, bijntjes. Hoe is het met jullie? Oké, niet erbij je slaan. Niet erbij je slaan, Alex. Oké. Lang ik niet erbij je sla, is er niks aan de hand. Want dan word ik ook niet helemaal lek geprikt van die bijen. Dat vind ik namelijk altijd wat minder leuk van die bijen. Ze kunnen heel erg hard steken. Ik ben op verkenning zonder pickaxe. Want ik mag geen pickaxe. Hoppakee. Oh, ik begin trouwens ook een beetje honger te krijgen. Maar waar kan ik zo 1, 2, 3 wat te eten vinden? Wacht! Hebben de kijkers daar niet ook wat voor ingediend? Oh nee. Aan het eten zit ook een challenge verbonden. Ik heb jullie namelijk gebruikt. Welk eten mag ik wel en niet eten? Mag ik alleen maar vlees eten in deze video? Of mag ik alles behalve vlees eten? Ik hoop vlees, want dat is het makkelijkst om te krijgen. Vlees! Yes, let's go! Alleen vlees. Dus dat betekent dat ik geen aardappelen, geen wortels, geen appels of wat dan ook mag eten. Maar wel daadwerkelijk vlees. Hier ben ik super blij mee. Dat betekent dus dat we wel wat dieren kunnen gaan killen. En toevallig zie ik er hier super veel. Ah, voilà! Ah, zo. Volgende! Hier komen, varken. Dankjewel. En jij. Dankjewel. Je hebt echt iets van een aansteker nodig, zodat ik het kan braden. Ik kan namelijk ook niet zomaar kool en een oven maken. Kom hier. Wow, er staat een jungle achter. Oh my god, dat is wel super gaaf. In een jungle kunnen namelijk jungle tempels zitten. En oh, ja, ik wou zeggen, er zitten meloenen, dus die kan ik opeten. Maar ik mag helemaal geen meloenen eten. Want een meloen is nou net geen vlees, zeg maar. Maar laten we wel een kijkje nemen bij de jungle. Een jungle is namelijk een best wel zeldzaam gebied in Minecraft. Het is niet een gebied wat je elke dag tegenkomt. Laten we het zo zeggen. En een jungle tempel is zeker weten zeldzaam. Als we die vinden, ben ik zo blij. Oh, kijk, die meloenen daar. Die zijn... Oh, ik zie een papegaai! Oké, laten we eerst even wat eten. Ik mag alleen maar vlees eten, maar dat betekent niet dat ik een papegaai geen seeds mag voeren. Als je een papegaai seeds voert, dan wil die soms nog wel eens je huisdiertje worden. En hoe leuk is het? We hebben een papegaai als huisdier. Hoeveel seeds heb ik nodig? Misschien heb ik er iets meer nodig, maar daar kunnen we makkelijk aan komen. Het enige wat ik dan namelijk hoef te doen is de meloen te hakken, want dat mag wel. Ik mag het alleen niet eten, maar ik ga het zelf niet eten. Ik geef het aan de papegaai. Van de meloen kunnen we namelijk superveel melon seeds krijgen. En die vindt een papegaai vast wel lekker. Hoppakee, kijk, nu kunnen we het ook zelf niet eens meer eten. Oh, papegaai, waar ben je nou? Wat zegt de papegaai eigenlijk? Wat? Oh ja, een papegaai praat je natuurlijk na. Maar dat betekent dat hij wel hier is. Hallo, wil je met me mee? Hallo, hier, eet op, eet op. Wil je mijn vriend worden? Ja, let's go, ik heb een papegaai. Oh my god, kom jij maar met mij mee? Ik heb een papegaai. Dit is zo leuk. Maar kan ik hier nu ook ergens daadwerkelijk een jungle tempel vinden? Dat weet ik niet zo zeker. Waar is mijn papegaai? Waar komt hij? Kijk hem nou. Heb jij een leuke naam voor de papegaai? Laat het weten in de reacties. Waar kunnen wij het beste heen gaan? Of willen wij iets van bijvoorbeeld de tempel vinden? Ik weet het niet zo zeker. Ik denk dat we ook een bootje nodig hebben. Want er ligt hier zoveel water. Dat is niet normaal. En daar ga ik dus echt niet doorheen zwemmen. Ik pak gewoon een boot. Let's go! Oké, dan meren we de boot weer aan deze kant aan. Papegaai, hé! Oh, kijk nou uit! Straks hak ik je nog om met de pickaxe. Dat is ook niet de bedoeling. Wat ligt er hier? Is dit nou een megastrand? Wow! Dit is zo'n mooi gebied. Dit strand is mega. Het lijkt alsof je hier bent aangespoeld bij een onbewoond eiland. Op een onbewoond eiland. Oké, waar moeten we heen? Ik denk dat het slim is om zo meteen de boot te over een boot gesproken. Er ligt daar een boot. Er staat daar een hele grote boot. Ik wil naar de boot! Wat zal er allemaal bij die boot liggen? Straks liggen er diamonds in. Straks ligt er een schatkaart in. Dan moeten we een schat vinden. Ik heb een schep. Ik mag een schep gebruiken van jullie, dus ik kan met de schep de schat vinden. Alleen is er wel één dingetje. De zon begint namelijk een beetje onder te gaan. En dat betekent dat we een huis moeten hebben. Alleen is er daarmee ook weer wat aan de hand. Jullie hebben namelijk bepaald of ik wel een huis mag hebben of niet. En als ik niet in een huis mag slapen, zal dat betekenen dat ik in een grot ga slapen. Ik ben super benieuwd wat daar voor jullie uitkomt. Dus de zon gaat namelijk nu onder. Dus ik moet echt snel onderdak hebben. Daar komt hij hoor. Mag ik een huis bouwen? Of moet ik in een grot wonen? Wat? De meerderheid zegt dat ik in een grot moet wonen? Hoezo zou je me dat aandoen? Ik wil helemaal niet in een grot wonen. Ik wil gewoon een huis hebben. En wat doe jij in mijn boot? Dat is ook niet de bedoeling. Oh, oké. Weet je, het is denk ik eerst handig. Al ga ik even een kistje zoeken. Oh, daar is er een. Hallo, kistje. Oh, dit is geen kist. Oh, jawel. Hallo. Wil je met mij mee? Wat? Dit zijn bizar goede spulletjes. Ik heb 10 goud nuggets. Ik heb 3 stukjes goud. Ik heb allemaal iron. Ik heb niet eens steen nodig om iron te krijgen. Je ziet het maar. Ik heb ook lapis lazuli en een emerald. Maar er zou hier toch nog meer moeten liggen. Heel vaak heb je namelijk dat op zo'n boot er een schatkist. Wat is dat? Heel veel TNT. Dat is wel cool. Blast protection. Die neem ik niet mee, want die mag ik toch niet eten. Een mosblok. Oké, ik weet niet wat ik daarmee moet. Oké, even lucht halen. Maar deze ga ik sowieso hoppakee aandoen. Hij zit op mijn schouder. Hoi. Ja, ik denk niet echt dat het heel veel nut heeft om in een grot te gaan wonen nu. Want het liefst ga ik een beetje op verkenning nog. Dat betekent dat we nooit een huis mogen hebben van jullie. Wat is gemeen. Zou er hier nog een kist onder liggen? Zou wel heel gaaf zijn. Hallo, is hier een kist? Zo ja, mag je naar mij toe komen? Nee, ik zie hier geen kist meer. Jammer. Uh-oh. Er loopt daar een zombie op me af. En voor de zombie hebben jullie ook een challenge achtergelaten. Ik heb jullie namelijk gevraagd of ik monsters mag doden. Ja of nee? En daarvan hebben superveel mensen op nee gestemd. Waarom mag ik geen monsters vermoorden? Oh, dit is vreselijk. Dit is vreselijk. Dit betekent dat ik niet terug mag vechten tegen ze. Ik mag ze niet vermoorden. En ik moet voor altijd weg blijven rennen. Oh nee, oh nee. Ah! Hij komt in de buurt! Ik moet weg hier, ik moet weg hier, ik moet weg hier. Ik hoor een skeleton. Vogel, kom! Oh, waar moet ik heen, waar moet ik heen, waar moet ik heen? Bommetje! Oh nee, oh nee, oh nee. Ik heb een boot nodig. Daarom zat die schildpad ook in mijn boot. Dat is niet de bedoeling, schildpad. We zouden hier naar het vasteland kunnen zwemmen. Het is wel een stukje zwemmen, maar ik kan er wel komen. Gelukkig kan ik zwemmen. Blijven we gewoon hier een beetje boven. Wat zie ik daar? Is dat nou een berg of zie ik daar nou wat op de berg? Dat weet ik niet zo zeker. Het ziet er eigenlijk wel uit als een doodnormale berg. Ik dacht heel even dat ik er misschien een village... Hé, hey, vogel! Oké, hier staan heel veel monsters. Hier staan heel veel monsters. Ik heb ook eten nodig. Oh nee, dat gaat allemaal zo snel. Ik heb meer... Oh, ik heb meer eten nodig. Sorry, varkens! En jij... Oh nee, nee. Hey, die kunnen we niet vermoorden. Dat is een babyvarken. Dat is toch niet aardig? Oké, sorry. Koe. Het spijt me. Hé, maar van die koeien kunnen we leer krijgen en daarvan kunnen we weer armor maken. Dat is wel super handig. Denk dankjewel. En dan hebben we ook best wel wat biefstukjes erbij. Maar wat hebben we hier allemaal? Het enige waar ik daadwerkelijk in mag wonen is een grot. Dat is toch niet normaal? Hoe moet ik daar ooit in overleven? Ik heb eigenlijk iets van een bed nodig. En die kan ik krijgen door deze schapen te killen. Alleen staat het hier vol met skeletons. Oh nee, oh nee, oh nee. Schaap! Ik heb er één nodig! Hier, auw! Dat heeft pijn! Oh nee, oh nee, oh nee, oh nee, 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 nee. Mijn ex is op. Dat is mijn enige wapen. Maar ik mag ook geen wapen gebruiken tegen de zombies. Oké, waar moet ik heen, waar moet ik heen, waar moet ik heen? Ik heb een grot nodig, ik heb een grot nodig. Ik mag geen huis bouwen. Oh nee, oh nee, oh nee, 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 nee. Waar is een grot? Wow! Vind jij weer een grot? Oké, daar zijn heel veel monsters daar. Een grot! Oké, het is een hele kleine grot, maar het is iets, weet je. Ik zet gewoon mijn crafting table hier neer. En laten we dan hier maar een bedje erbij maken. Oké, slaap lekker. Dit was alweer het einde van deze video. Klik mee op de 2 video's die hiernaast mij kunnen zien staan. Die moet je gezien hebben. Doei!